Hallo, hallo, welkom bij Meester Crypto, 24 januari 2022, ja. Maar hij is nog steeds aan het slaan, hoor ik. Jij misschien ook, hè? Want we hadden ons toch een andere voorstelling gemaakt, hè, bij januari en... Nou, ik hoorde er ook bij, hè. November, december, dan gaat waarschijnlijk die markt al pieken en... Anders wordt het januari, februari en... Ja, Jan en Alleman dacht het, maar als Jan en Alleman het denkt, dan moet je misschien de volgende keer, heb ik het ook tegen mezelf, wat anders gaan doen. Hè? Maar heb je ook in de gaten dat er heel andere krachten nog meespelen met de val die we nu in crypto en bitcoin zien? Daar wil ik het met jullie over hebben. En ja, ik heb hiervoor een goed gesprek gehad met iemand uit de Discord en dat is echt niet de eerste de beste geweest. Iemand die heel goed ook thuis is in de financiële markten, waarbij ik dat ja veel minder ben. Ik zit in mijn eigen crypto bubbel en ik ben een beetje zo'n Cro-Magnon mens die uit zijn tijd gezept wordt, tijdmachine in onze tijd in New York terechtkomt, om zich heen kijkt en teruggezept wordt en een verslag doet over die hoge grotten die hij heeft gezien en die monsters die je aanvielen. Auto's dan, mensen met kromme nekken die naar een stuk hout keken of wat het ook was. Zoiets ben ik dan, maar ik doe mijn best. Want ik vind het wel belangrijk om jullie te waarschuwen, om jullie een scenario mee te geven. Wat mij heeft doen besluiten om zelfs van mijn lange termijn portefeuille wat van tafel te halen. En ja, dat is in tegenspraak met wat ik eerder in video's gezegd heb. Ik realiseer het me. Maar ja, je kapitaal beschermen is natuurlijk nog veel belangrijker dan nieuw kapitaal proberen te krijgen. Hè? Maar laten we eens gaan kijken naar, naar dat wat er in de wereld aan de hand is. En laten we ook nog even voorafgaand in perspectief plaatsen die val die we nu zien in het hele plaatje van Bitcoin. Hè? Dat is het relativerende stukje van deze video. Maar... Dit is aan het vallen. Dit is de S&P 500, de 500 meest toonaangevende grootste bedrijven, multinationals. En daar een indexering van, nou ja, kijk je naar de Nasdaq, kijk je naar de Russell, kijk je naar al die effectenbeurzen. Ja, dan zijn ze aan het vallen. En Bitcoin, die heeft zich al eerder aangetoond dat die op dit moment nog niet die hedge is die we voorzien voor Bitcoin, maar die ik ook wel degelijk ook voorzie. Ja, op het moment dat het geld ons echt meer en meer in de steek gaat laten, dan zie ik Bitcoin als zo'n hedge gaan gebeuren. Op het moment dat er een grote crisis gaande is en iedereen eieren voor zijn geld kiest en aandelen van de hand gaat doen en waarom ze dat doen, dat gaan we zo meteen ook nog zien. Beweegt Bitcoin daarmee mee, want dan is Bitcoin nog een risk-on asset, hè, een hoge risico asset, vooral voor alles wat er de afgelopen jaren in crypto, in Bitcoin is binnenkomen lopen, hè, die grote, ja, dat is een jeugdbuisje, ik had niet gedacht dat het je op zou vallen, ja. Nou ja, hè, maar ik zit aan het einde van mijn puberteit, verwacht ik hoor, dus... Ik verwacht niet dat ik hier nog heel veel zal krijgen. Maar ja, dit is er duidelijk eentje. Ja, waar had ik het over? Dan ben ik echt helemaal weer de kluts kwijt. Potverdikke me. Maar ja, ik was in ieder geval aan het vertellen dat Bitcoin ook van de hand gedaan wordt in zo'n liquiditeitscrisis waar we nu in zitten. Maart 2020 hebben we natuurlijk ook een forse gehad, hè. Ja, wat denk je van 2008? Dat was nog een veel groter drama. De hele wereldeconomie was bijna tot stilstand gekomen. Maar die grote investeerders, zoals ik aan het vertellen, die institutionele spelers, die zijn natuurlijk ook hun bitcoin hier en daar van de hand aan het doen. Ja, dus dat doet de koers geen goed. En ja, als er dan kopers om de hoek komen kijken. Nou, laten we eens even kijken. En dit is dan de daily. Geef dat meer nog om de week. Kijk, dit is volume. Hè? Dit is volume. Ja, een heel stuk lager dan natuurlijk. Hè? Maar we hebben hier een grote sell-off gehad. Maar dat volume, dat stelt niet zoveel voor. En dat kan een probleem zijn. En dat zie je, datzelfde geval, hè, dat ontbreken van volume, dat zie je ook bij die effectenbeurzen. Er zijn geen kopers. Daar komt het op neer. Hè? Dus de prijs valt, maar
er wordt gewoon niks opgekocht. En dat is wat zorgen baart. Als er met steeds hoger volume een prijsval is, dan is de kans dat de bodem in zicht is veel dichterbij. En zonder dat volume, ja, waar is die bodem? We zitten inmiddels in het groene vakje wat ik de vorige keer getekend heb. Hè? Ik hoop niet dat we eronder vallen, want dan had ik geen gelijk. Maar veel belangrijker nog, ja, dan hebben we hier echt wel een breuk, een definitieve breuk in die poolmarkt, in die marktstructuur. Ja. Maar zo zuur hoeft het nog niet te zijn. Even terug naar het verhaal. Dit was een artikel in Trouw, nou, waarin enerzijds dus die correlatie tussen Bitcoin en de effectenbeurzen tot stand gebracht was, of uiteengezet wordt. En hier komen ze eigenlijk to the point. Veel bedrijfsaandelen dalen in waarde omdat beleggers rekenen op verre stijgende rentestanden in Amerika. De Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, is al maanden bezig om beleggers daar mentaal op voor te bereiden. En zoals het nu lijkt, zal de Fed haar beleidsrente in maart voor het eerst verhogen om later dit jaar nog een paar extra renteverhogingen door te voeren. En ook spelen beleidsmakers openlijk met het idee om rente op andere manieren omhoog te krijgen. Dus ja, die stroom van liquiditeit, van nieuw geld die in de markt kwam, die dreigt dus op te drogen. Sterker nog, de Fed die wil juist de assets die ze gekocht hebben van de hand gaan doen. Dus echt, zeg maar de tegengestelde beweging, tapering. Een hogere rente geeft vooral risicovolle investeringen een tik. Bitcoin is er één van. Beleggers kiezen eieren voor hun geld. Nou, dan staat hier toch grote larikoek, moet je lezen hier. Haal dat weg bij aandelen, cryptovaluta, mijn geld vervolgens in veilige staatsobligaties. Veilige staatsobligaties. Ja, staatsobligaties zijn door de geschiedenis heen natuurlijk altijd de meest veilige investeringen bleken. Maar dat loont meer naarmate de rente op die staatsleningen hoger is. Ja, ik weet niet of je de afgelopen jaar goed aan had gedaan om obligaties te hebben ten opzichte van Bitcoin. Hè? Ja, als we hebben naar yields die het opbrengt, ja, dan heb je zelfs een negatieve yield op sommige obligaties. Hè? Maar dat nou meer loont, dat discutabel. Hè? Misschien is naarmate dan het woordje wat ze enigszins vrij pleit. Maar ja, die hoge inflatie, ik ga niet het hele artikel lezen, moet je maar zetten, staat onder de video, is paradoxaal genoeg is juist de hoge inflatie van de afgelopen maanden nu reden dat het slecht gaat met de munt. De centrale banken verhogen de rentes en die hoge rente snijdt weer in de prijs van Bitcoin. Kijk, de Fed heeft het hier over 4 rate hikes this year. Dus 4 keer die rente omhoog. En ook wordt hier dus gesproken over 100 miljard per maand vanaf juli die de Fed van hun balans wil duwen. Nou, dit is een beetje, hier is de markt voor warm gemaakt en daar reageert de markt dus mee zoals hij dat nu doet. En Bitcoin wordt in het kielzog in die correlatie meegezogen. En dan wordt er al snel geroepen, Bitcoin is helemaal geen hedge tegen inflatie. Maar dan zit je vastgezoomd in het moment van nu. En als je gewoon gaat kijken nu over een langere periode, van 5, van 10 jaar, waarbij het geld iedere keer in koopkracht verliest en waarbij in tal van landen waarschijnlijk ook hyperinflatie zal optreden, natuurlijk is op die plekken en mogelijk dus ook hier dan Bitcoin een heel goede hedge tegen de achteruitgang van de koopkracht van je munt. Dus ja, bekijk dat over een langere termijn. Ja, dit is dus, hier is de markt voor warm gedraaid. De markt reageert er zo op. En ja, de Fed die gaat zich natuurlijk ook achter de oren krabben. En ze zit eigenlijk stuck between a rock and a hard place. Tussen wal en schip is een mindere vergelijking in het Nederlands. Maar ze kunnen geen kant op, daar komt het op neer. Want wat ze nu dus doen, ze zien de inflatie heel erg oplopen. Amerika 7% inflatie momenteel. Nou, jullie weten, hè, de Keynesiaanse economen, we moeten niet boven de 2% komen. 2% is het ideale getal. En dan worden mensen wel gestimuleerd om uit te geven. Stimuleert de economische groei. En daar gaat de wereld ook aan overconsumptie een beetje ten onder, dat terzijde. Maar 7% is not done. Dat zorgt voor verlies van vertrouwen in de munt. Dat zorgt ervoor dat mensen sneller hun geld van de hand gaan doen. En dat munten
daardoor meer en meer aan waarde nog gaan verliezen. Het kan een versnellend effect gaan hebben. Aan de andere kant van het verhaal, wat nu dus gebeurt om deze inflatie te beteugelen, dat taperen wat de Fed wil gaan doen, die rate hikes, dat zorgt er dus voor dat de markt in paniek raken. Want die zijn verslaafd geraakt aan dat geld. Die kunnen ook geen hogere rente gebruiken. Als jij een lening die afloopt moet gaan vervangen door een nieuwe lening voor veel hogere rente, en je hebt een bizar hoge lening afgesloten, dan kan dat de ondergang van je bedrijf betekenen. En nou, zo hebben we in deze wereld ontzettend hoge schulden naar elkaar uitstaan, die, ja, waarmee we eigenlijk geen kant op kunnen als die rente omhoog gaat. En dan zul je een domino effect zien van bedrijven die allemaal om gaan vallen. Dat kunnen we natuurlijk ook niet gebruiken. Dat is het economische systeem dat in elkaar stort. Dus of je laat het geld kapot gaan of de economie gaat kapot. En als je nu ziet dat die Fed keer op keer die rente nu verlaagd heeft, ja, ik zie eigenlijk niet anders dan dat ze het laag zullen moeten blijven houden het komende decennium of nog langer toe. En dat ze geld en geld erbij moeten brengen in steeds hogere mate, zoals een heroïneverslaafde steeds meer heroïne nodig heeft. En als je hem er vanaf haalt, dan krijg je een ontzettende detox effecten. En nou, dat zie je er in de economie gebeuren. En nu komt die Fed dus van de morgen en overmorgen. Dan hebben ze een grote bespreking. En dan zien ze natuurlijk ook hoe de markten op dit moment aan het reageren zijn. En dan verwacht ik toch ook wel dat daar een bepaalde paniek is van wat moeten we doen. Kunnen ze zomaar even teruggaan van hey, we hebben al gezegd dat we dat met die rente gaan doen. En we doen het nu toch niet. Ja, dat tast hun geloofwaardigheid natuurlijk ernstig aan. Als ze niks doen, als ze het zomaar laten gebeuren, dan kan het imploderen van de markten nog een veel ernstigere mate veroorzaken. Dan zorgt het voor een liquiditeitscrisis die 2008 wel eens in de schaduw kan gaan zetten. En die potentieel die wereldeconomie dus echt helemaal tot stilstand kan brengen. Een wereldeconomie die het toch al zo zwaar heeft. He, met de crisis rondom Rusland die we daar natuurlijk hebben. De gascrisis die daaruit kan ontstaan, of eigenlijk al ontstaan is. Hè, de olieprijzen die ook heel hoog zijn. Niet onbelangrijke COVID. Hè, lockdowns hè, die de wereld teisteren. Distributie, logistieke problemen. Hè, supply chain die op allerlei plekken vastzit. Chips die niet meer goed doorkomen naar andere plekken van de wereld. Hè, daar is veel te veel vraag naar. En er zijn allerlei problemen die die prijzen mee opdrijven. Eigenlijk staat de wereld in vuur en vlam. En dan kun je je denk toch wel voorstellen dat deze assetclass waar wij in zitten, die nu 13 jaar bestaat, ja, dat het maar een heel klein deel is van het grotere geheel. En die krachten die werken in op ons portfolio, als we het even heel klein gaan maken. En dat zorgt ervoor dat ik, stel dat het echt misgaat, dat we in een 2008 achtig event gaan krijgen, maar misschien nog wel gekwadrateerd. Waar gaat dat die bitcoinprijs naartoe brengen? Denk je dat wij hierboven dan blijven hangen? Dat kan ja, deze regionen gewoon weer opnieuw in beeld gaan brengen. Sad, but true. En dat bitcoin het daarna heel goed zal gaan doen, nou, daar zit ik niet over in. Daar heb ik echt vertrouwen in. Zoals ik ook vertrouwen heb over bitcoin over de langere termijn. Hè. Dat is dat het een moet je loszien van het ander. Maar om mij hier tegen te wapenen, dan heb ik nog een deel van mijn lange termijn portefeuille omgezet dus in stablecoins of gewoon in harde euro's. Zodat ik hier goedkoop kan opkopen als het daar komt. Klopt. Zodat ik mijn rekeningen kan betalen. Zodat ik niet hier mezelf verdrink in tranen van had ik daar toch maar wat meer rekening gehouden met dit scenario. En misschien wordt het niet zo zuur, misschien wordt de soep niet zo heet gegeten als dat hij nu wordt opgediend. Het hangt ook echt af van wat de Fed, waar de Fed woensdag mee naar buiten zal gaan komen. Nou, dit had betrekking op dat lage volume. It's the way markets are falling. That's really worrying. Dus ja, omwille van ons eigen portfolio, laten we hopen dat de
vet woensdag met nieuws naar buiten komt van ja, goh, we hebben dat wel gezegd van die hogere rente zo, maar we gaan dat toch wat meer gefaseerd laten doen en we blijven voorlopig lekker alles opkopen wat los en vast zit en het hangt daarmee samen. Jij moet ermee doen wat jij wilt. Hè? Ik voorspel hier niet het Armageddon, het einde van de wereld van crypto. Dat moet je ook goed begrijpen. Dit is een scenario waar ik rekening mee houd. En waar je denk ik goed aan doet om daar ook rekening mee te houden. En het hoeft niet te betekenen alles verkopen. Hè, maar alles in crypto hebben zitten in een event als dit. Waarbij misschien wel het enige veilig is waar je naartoe kunt gaan. Die vermaladeide dollar is. Of goud misschien, ik weet het niet, zilver, ik weet het niet. Alles in crypto laten zitten, lijkt me gewoon niet verstandig. Hè? Dus we denken even nu buiten het verhaal van die vierjarige marktcyclus en onze cryptobubbel. Doe mee wat je wilt. Vragen mag je natuurlijk stellen onder deze video of kom in de Discord kletsen. We doen het er maar even mee, mensen. Even de billen dichtknijpen. Er het beste van hopen. Laten we vooral woensdag maar weer eens afwachten dan, denk ik. Hè? En voor nu, mensen, let goed op je. Let heel goed op je portfolio. Tot de volgende keer. Toedeloe.